VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door HME Werkplek Inrichting, Saturn Maas Boulevard Venlo, Sikon Logistics en Auto Arena. Hallo en welkom bij VVV-TV, waarin we het vandaag uiteraard gaan hebben over het stadion op het kazerneterrein. Of beter gezegd, het stadion dat daar dus niet meer komt. Wat zijn de gevolgen daarvan? We spraken daarover met Hans Soentjes en met de voorzitter Hein Berde. Er werd natuurlijk ook gewoon gevoetbald. We hebben de beelden van de wedstrijd tegen FC Den Bosch. En we gaan kijken hoe de selectie zich voorbereidt op de Limburgse derby van komende zondag tegen MVV. Dat is allemaal zometeen. We gaan het eerst nog even hebben over het stadion op het kazerneterrein. Afgelopen week sprak Omroep Venlo-collega Jeroen van den Kronenberg met de VVV-voorzitter Hein Berde. Hoe groot is de kater? Ja, die is heel groot. Ik besef mij namelijk heel goed dat wij daarmee toch ook een bepaalde ontwikkeling van de club op dit moment in rook zien opvliegen. En ja, dat is natuurlijk een heel vervelend gevoel is dat. Zeker na een jaar of 7-8. Ja, 7-8 jaar heeft u daar ingestopt, ook veel financieel gezien natuurlijk. Ja. Hoe moet het nu verder? Ja, dat, kijk, wat wij in ieder geval gaan doen, we gaan niet bij de pakken neerzetten. We weten gewoon dus dat het nieuwe stadion, dat niet mogelijk is. Dus we gaan door met plan B, zoals we dat noemen. De optimalisatie, de kwalitatieve verbeteringen van de koel. De consequentie is wel dat wij ons moeten realiseren dat wij voorlopig eerste divisie, ja, en misschien eens een keer een incidentele promotie, maar structureel eredivisie, dat kunnen we voorlopig uit kop zetten. De spijtige conclusie van het verhaal is natuurlijk wel dat uw droom, de bouw van een nieuw stadion, waarschijnlijk nooit zal gebeuren, althans niet onder uw voorzitterschap bij VVV. Ja, die kans bestaat. En we hadden het al over, afgelopen jaar was toch een jaar met enkele nederlagen, met enkele teleurstellingen. Ik denk dat dit de allergrootste teleurstelling en de grootste nederlaag voor mij is geweest. Hein Berde spreekt van een nederlaag en in dat opzicht kwam er ook wel een passend slot aan de week met het verlies van VVV tegen Den Bosch. Een minuut stilte ter nagedachtenis aan Nelson Mandela, ook bij de wedstrijd tussen Den Bosch en VVV. Een minuut stilte die overigens gewoon 60 seconden duurt in tegenstelling tot een dag eerder in Brazilië. Goed, de beginfase van de wedstrijd met de opening op Rijmerink. Joppe met de voorzet en diezelfde Rijmerink met het kopballetje richting de goal van keeper Wesley de Ruiter. Een van de spaarzame mogelijkheden voor VVV in deze wedstrijd, zo zal blijken. Den Bosch met Maguire tegen zijn oude club. Onega domme Empa, maar scheidsrechter Van Ziekem laat goed verder spelen. En zo zet Erik Kwekel de thuisploeg op voorsprong. Het is inderdaad een overtreding van Maempa. Het is ook wel mazzel heeft dat Kwekel de bal nog maakt. Anders had hij er waarschijnlijk met een rood vanaf gekund. Den Bosch op 1-0. En ook in de tweede helft een bijzonder zwak VVV. Dat toch een plaatsje of 10 hoger staat op de ranglijst. Maar daar was zaterdagavond niks van te zien. Want opnieuw de thuisploeg met een kans. En dit keer kan Maempa wel redding brengen. VVV krijgt vlak voor tijd toch nog een grote kans op de gelijkmaker. De kopbal is van Leon de Kogel en de goede redding van keeper de Ruiter. En het was ook wat te veel van het goede geweest als er VVV nog met het punten naar huis was gegaan. René Tros ziet zijn mannen verliezen, terecht met 1-0 van FC Den Bosch. Ik vind dit vanavond gewoon echt weer een teamprestatie die ondermaats is. Ik kan niet eens iemand echt noemen die goed is geweest vanavond. Ja, goed, dat zegt eigenlijk genoeg. VV blijft desondanks wel staan op de zesde plaats in de Jupiler League. En komende zondag komt MVV dus hier op bezoek in de Koel. De Koel waar VVV ook de komende jaren dus haar wedstrijden gaat spelen. En wat dat precies betekent voor het stadion vroegen we afgelopen week aan algemeen directeur Hans Soentjes. Het is even slikken, maar we blijven onverminderd onze idealen hebben en onze ambities. Alleen zullen we dat in een ander tempo moeten doen en in ook een andere vorm. En over die vorm zat de algemeen directeur afgelopen week al om de tafel met het bestuur. Wat kan en moet er gebeuren met de Koel
om er ook de komende jaren te kunnen blijven voetballen. Het lijkt op dit moment zeker niet aannemelijk dat we aan uitbreiding van capaciteit van tribuneplaatsen als eerste denken. Want tribunes zitten in de eerste divisie niet vol. Maar er zijn wel andere wensen. En daarbij moet worden gedacht aan het aanpassen van de toiletten, het uitvak en de parkeerplaats. Toch leggen we het ook eens voor aan Danny Wintjes. Hij is naast keeper bij VVV ook eigenaar van een bouwkundig adviesbureau. Stel de club zou hem vragen, wat zou hij dan doen met de koel? Je hebt de trap naar beneden toe, die zal moeten blijven. Ik denk als je de lange zijde kijkt, dat je daar een hele mooie tribune kan maken. Met daarbij één grote tribune van beneden tot boven. Veel zie je dat de hoeken dichtgebouwd worden van het stadion, dat het mooi compact wordt. En ik denk dat je daar naartoe moet werken als club zijnde. Mooie plannen van Wintjes, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat het blijft bij wat kleine aanpassingen. Maar zelfs al zouden de plannen van Wintjes wel doorgaan en de koel helemaal op de schop gaan, ook dan blijft natuurlijk de vraag... Denk je dat je van de koel ooit een echt eredivisiewaardig stadion kan maken? Ja, dat kan absoluut. Dat kan zeker. Ja, daar zijn de gedachten toch wat verdeeld over. Natuurlijk is nieuw, moderner, beter, voldoet beter aan de huidige eisen die gesteld worden. Maar er zijn toch ook wel stadions die gerenoveerd zijn en dan ook wel iets hebben. Wat er uiteindelijk verbouwd gaat worden, wat het gaat kosten en wanneer met de bouw wordt begonnen, is volgens nog onbekend. De club mag je al bellen? De club kan mij altijd bellen, de lijntjes zijn kort. Dit is het 1-2-3'tje waarin de VVV'ers voorspellen in welke wedstrijd de thuisploeg wint, waar de uitploeg en welke wedstrijd er eindigt in een gelijkspel. Vorige week was het de beurt aan Pim Balkenstein en vrijdagavond zat hij nog heel goed erbij. Alle tweede wedstrijden goed voorspeld en 10 punten. Dan kun je er op zaterdagavond zelf wat aan doen door je eigen wedstrijd in Den Bosch te winnen en heb je alle drie de wedstrijden goed. Het was echter niet zo zoals we nu weten. Pim zat er bij de doelpunten maar 3 punten naast en dat levert hem nog eens 7 punten op. Dat totaal komt hij daarmee op 17 punten en deelt hij deze week de eerste plaats met Yuki Otsu. Vanavond is het de beurt aan Aaron Gielen. En Aaron, wat is jouw 1, 2 en 3'tje? Mijn eentje is VVV tegen MVV. Ik denk dat wij, de Limburgse derby is altijd beladen. En ik denk dat wij nog gewoon de beste van Limburg zijn in de Jupiler League. Mijn tweetje is voor FC Oft tegen Sparta. Ik denk dat Sparta gewoon veel meer kwaliteit heeft en ons gewoon gaat winnen. Mijn drietje is Jong PSV tegen FC Dordrecht. Dordrecht heeft de laatste weken veel gelijk gespeeld, dus ik denk dat ze Jong PSV ook gewoon gelijk gaan spelen. Ik denk dat op deze speelronde 32 doelpunten gaan vallen. Bedankt Aaron, we zullen dit weekend kijken wat jij daarvan scoort en of je eventueel bij de twee koplopers kunt melden met 17 punten. Ik wens je een hele fijne avond verder. Komende zondag hier in de Koel, dus de Limburgse derby tegen MVV. De uitwedstrijd won VVV met 1-3. Wat gaat het komende zondag brengen? We vroegen het de trainer René Tros en de aanvoerder Guus Joppe. Van een derbysfeer is vandaag nog weinig te merken in de Koel. In de mist werken de spelers een rustige training af. Frustratie is er bij Randy Woltos. Het loopt niet bij zijn ploeg in het partijtje. Maar misschien heeft het ook nog wat te maken met het verlies tegen zijn oude club Den Bosch, waar hij door de trainer voortijdig naar de kant werd gehaald en tot overmaat van ramp ook nog zijn 5e gele kaart van het seizoen pakte. Hij is er zondag tegen MVV dus niet bij. Balkenstein lacht ook niet. Een pijnlijk bovenbeen zorgt ervoor dat hij alleen maar rondjes kan lopen, maar het ziet er naar uit dat hij er zondag wel gewoon bij is. Desondanks zijn er zorgen bij VVV, na het matige spel van de afgelopen weken. De ploeg komt voetballend tekort, scoort amper en is ook niet in staat om de nul te houden. Hoe wordt daar binnen het team naar gekeken? Ik zit hier eigenlijk wekelijks te roepen dat ik denk en meen stapjes te zetten, al zijn ze nog zo klein. En dan hoop je dat tegen Den Bosch weer een vervolg te kunnen geven. Ja, je moet gewoon simpel constateren dat wij tegen Den Bosch dat er nauwelijks een speler is die een acceptabel niveau is gehaald. En, ja, dat is zorgwekkend vind ik en dat is gewoon niet goed. Zorgen vind ik een groot woord, maar het kan allemaal een stuk beter. Ja. De resultaten verbloemen het dan nog een beetje. Je verliest eigenlijk maar 2 keer in de laatste 11 wedstrijden. Maar het gaat wel heel moeizaam. Hè? Waar ligt het aan? Ja, waar ligt het aan? Geen idee. We willen allemaal heel graag. En we hebben wel ideeën hoe we willen spelen en wat we willen doen. Dus ja, als iedereen wist waar het aan lag, was het heel makkelijk geweest.
En zo wordt die derby vooral een wedstrijd tussen twee kwakkelende ploegen. Want ook MVV presteert met een 12e plaats volgens nog beneden maat. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft de winnaar van het Limburgse onderrondje de kans om nog enigszins lekker de winterstop in te gaan. Het enige dat zondag telt in de derby zijn dus de 3 punten. Nou ja, ik vind dat je hem op 2 manieren moet winnen. Op een ene komt toch wel dat derbyverhaal kijken. Het is toch een aparte wedstrijd. Je wilt ook gewoon goed afsluiten. Je hebt nog twee. Ja, eigenlijk zou je eigenlijk gewoon 2 hele leuke thuiswedstrijden moeten hebben in dit. Hè? Met MVV thuis en Sparta thuis. Ja, maar goed, dat ligt ook aan ons of het ook 2 mooie leuke wedstrijden worden. Dus daar hebben we zelf heel veel invloed op, vind ik. En, ja, ik vind ook, het zou heel wenselijk zijn als jij zondag weer eens kunt winnen. Want dan kun je ook wel laten zien wat we wel kunnen. En, ja, daar ga ik dan ook maar weer eens vanuit. Ja. Nee, het gaat zeker niet makkelijk worden. Daar halen we het ook niet makkelijk. Maar ja, win je wel netjes met 3-1. En dat, ja, daar moeten we gewoon voor zorgen zondag dat we met de 3 punten, dat we de 3 punten hier houden. En met alle steun van het publiek ben ik daar wel van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Zondagmiddag 2:30, de wedstrijd hier in de Koel tussen VVV en MVV. De hoogtepunten uit die wedstrijd uiteraard volgende week in VVV TV. Bedankt voor het kijken, graag tot dan. VVV TV is mede mogelijk gemaakt door HME Werkplekinrichting, Saturn Maasboulevard Venlo, Sikon Logistics en Auto Arena.